Remco, weer punten verspeeld. Dus dat is enorm balen. Ik kan me voorstellen voor jou als keeper, de manier hoe je die goal tegenkrijgt. Dat je dan, schelden heeft geen zin, denk ik. Maar ik kan me voorstellen dat je best pissig bent, toch? Ja, is klote. Je redt toch twee keer en dan hoop je dat de jongens erbij zijn om te helpen. En ik moet nog terugzien, maar balen. Het leek even, als je naar de eerste helft keek, van nou, dit wordt best makkelijk voor Vitesse vandaag als ze zo doorgaan. Waarom lukte dat niet de tweede helft? Ik denk vooral het begin van de tweede helft. Hebben het een beetje, waren te laks of verkeerde keuzes gemaakt. Ze wilden wat meer druk zetten en ik moet zeggen, Heerenveen, we hebben nog gewaarschuwd. Heerenveen is het vaak de tweede helft iets sterker, dan komen ze beter uit de kleedkamer. En we zijn er wel ingetuigd wat dat betreft. Jullie hebben sowieso wel een pittige maand qua programma. Is het nu dan al een smetje wat dat doet met jullie vertrouwen, zeg maar? Of gaan jullie met heel veel vertrouwen nu richting AZ en Feyenoord? Nee, ik denk dat wij overal op zich best prima spelen. Vooral de eerste helft. Ik denk dat wij een groot deel op hun helft hebben gespeeld. En een goed veldspel. Tweede helft was vooral het begin wat ik zeg. En daarna pakken we het wel weer op. Dan moet je wel rekening houden met een snelle counter of dat ze ballen lang willen schieten. Maar ja, overal denk ik dat we dit best een redelijke wedstrijd hebben gespeeld. Maar helaas geen drie punten. Nee, je had ook nog met helemaal lege handen kunnen staan, toch? Die kansen waren er wel. Ze hadden een paar mogelijkheden, ja klopt. Ja. Ja. Tot slot, even wat anders. Voor de wedstrijd zagen we jou nog even facetimen. Jij denkt misschien dat wij niet goed konden inzoomen wie dat was, maar dat hebben we gewoon gezien hoor, Brian Linssen. Wat zegt hij dan voor de wedstrijd? Ik had het al gehoord. Nee, we meestal wedstrijddag en dan facetime even een beetje kletsen, bijpraten, succes wensen. En zo doen we dat. Dus dan ga je nu even snel douchen en dan ga je Feyenoord kijken? Dan gaan we, waarschijnlijk wel, in de auto. Thanks. Yes. Tot snel.